Hey mensen, superleuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. En je hoort het al een beetje in het geluid en je ziet het in de flitslichten. Het shotje van deze week komt vanuit Tilburg, vanuit de Tilburgse kermis. Wat gaan we maken? We gaan vandaag namelijk een kromme Tilburger maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Een typisch Tilburgs drankje. De schrobbeleer hebben we daarvoor nodig. En hebben we daarvoor nodig de Bols bananenlikeur. We beginnen met de schrobbeleer in het shotglas. En ik heb daar zelf een 3 centiliter shotglas voor gebruikt. Soms gebruik ik ook wel eens 2,5. Maar deze is veel te lekker om het in een 2,5 shotglazen te doen. Dus ik heb gewoon lekker gekozen voor een 3 centiliter. Nou, ik doe hem altijd iets over de helft, de kromme Tilburger. Want schrobbeler is natuurlijk te lekker om het niet iets over de helft te doen. Je wil natuurlijk meer schrobbelen proeven dan de bananenlikeur. Nou, de liter bananenlikeur vul je hem mee af tot hij er bijna overheen gaat. En dan krijg je het fruitige smaakje van bananen, maar wel het lekkere kruidige van de schrobbeler. Nou, heel voorzichtig erin. Heel voorzichtig, heel voorzichtig. En de truc is om alvast een klein beetje de smaak van banaan in je mond te krijgen. Heb ik een bananensnoepje. Dan eet je eerst het bananensnoepje op. Dan zit het al een beetje in je mond. En dan gewoon het shotje erbij. Dan zeg ik proost en veel plezier met het maken van de kromme Tilburger. Dan ga ik nu een attractie in.